Nou, welkom in de Muiden. In mijn magische tempel. Yes. Yo mensen, hier is David en dit is Tessa, mijn vriendin, voor de mensen die dat nog niet wisten. Vandaag gaan we naar Hans Klok, we hebben een bespreking voor onze nieuwe show en een auto die voorbij rijdt. Ja, dat wordt heel spannend, we gaan jullie meenemen en dan een klein kijkje geven in de fabriek der illusies. Grotendeels is wel geheim, dus je mag niet al te veel inhoud van dit filmpje, maar in ieder geval, geniet ervan. We lopen nu dus in Muiden, een uiterst geheime locatie. En we zijn bijna bij de geheime werkplaats van de enige echte Hans Klok. Dus ja, spannend. Goed, nou we zijn er, we gaan nu naar binnen. Yes. Vanaf nu is alles een beetje geheim, dus tot later. Nou, welkom in de Muiden. In mijn magische tempel. Yes. We zeggen niet welke straat. Nee. Maar welkom. Het is een beetje donker natuurlijk, maar dat hoort bij het mysterie. Ja. En we gaan vandaag aan de bak. We hebben een werkoverleg. Yes. We zijn net terug van Hans Klok. Ja, super gezellig. We zijn bezig met een geheim project en ja, daar hadden we wat hulp bij nodig. Wat praktische hulp wat betreft de acts die we gaan doen. Ja. Dus daar heeft Hans mee geholpen. Hier een heel klein stukje, mocht hem niet al te veel laten zien. Maar in ieder geval een heel klein stukje van wat we hebben gedaan. Check it out. Allemaal mooie zwarte strepen van het touw, omdat Hans Tessa vast verbonden. Arme Tessa. Nou, dat was het weer. Yes. Heel avontuur. Heel avontuur, we hebben van alles meegemaakt. Hans heeft ons geholpen met van alles en nog wat. Oeh, hij heeft ons iets meegegeven, wat zou het zijn? Niemand die het nog weet. Nou, dat was het weer. Dat was onze dag bij Hans Klok. Ja, we mochten helaas niet al te veel laten zien, want ja, het is natuurlijk allemaal een beetje geheim, dat hoort bij het vak. Maar goed, we hopen dat jullie het in ieder geval leuk vonden. En ja, tot de volgende keer.